Honor 70 is het laatste nieuwe lid van de N-serie van Honor. Met een paar dingetjes in die je niet direct in een mid-range smartphone zou verwachten. Alright, de Honor 70. Schoon kleurke, midnight black, sleek design, curved display. Dat is een tijdje geleden. En ik zie een cut-out voor een selfiecamera. Twee grote uitstekende cirkels aan de achterkant, waar je niet direct kunt naastkijken. Daarover straks meer. Is ook 5G-enabled. En je hebt in het begin al gezien wat er allemaal in dat doosje komt. Transparant hoesje, kabelke, geen earphones. En dat is typisch een dag van vandaag. Bla bla bla, hebben we allemaal al gezien. En dat is ook vaak hetzelfde. Behalve dit. Een 66W supercharge adapter. Volgens Honor zouden dan uw smartphone van 3% naar 60% kunnen opladen in 20 minuten tijd. En daar betaalt al snel 50, 60 euro voor bij Apple of Samsung. Maar ik geloof het niet. Ik heb bewijs nodig. Godverdikke. We hebben te maken met een schoon 6.67 inch OLED curved punch display. Punch als een, er zit een hole punch in, zijnde het cirkelke van de selfiecamera. En de Honor 70 geeft u een maximum resolutie van 2400 op 1080 pixels. Zoals de meeste mid- tot high-range smartphones tegenwoordig is er een 120 Hz refresh rate optie. Staat zelfs automatisch op dynamisch hier. Dat wil zeggen dat afhankelijk van wat dat aan het doen bent, de refresh rate automatisch wordt aangepast. Als je bijvoorbeeld een e-book aan het lezen bent, schakelt hij over naar een lagere framerate, speelt een spelletje of doet er graag van een dienen. Dan schakelt hij over naar 120 Hz. De selfiecamera is er eentje van 32 megapixel. En als we naar de achterkant kijken, hebben we een whopping 54 megapixel lens voor de main camera. 50 megapixel ultrawide, waar je ook macrofoto's mee kunt nemen. En een 2 megapixel dieptecamera. Klein voorbeeld van hoe dat de 4K video eruit ziet op de Honor 70. En hoe dat de microfoon klinkt. Wat denkt u? De moeite? Laat het me weten in de comments. Een leuk extraatje is ook dat je een multivideo kunt nemen. Daarmee kun je twee lenzen tegelijkertijd gebruiken. En je hebt verschillende opties. Je hebt front-rear, je hebt twee keer achterkant. Daarmee heb je een totaalbeeld van je achterkant en een ingezoomd beeld. Maar mijn persoonlijke favoriet is deze hier, picture-in-picture. Want van zodra dat opneemt, kun je eigenlijk je selfiecamera eigenlijk ook aanpassen en vergroten en verkleinen. En ik vind dat een leuk extraatje. Dat is leuk voor op TikTok of zo. Hier vind ik het alleen een beetje jammer dat er geen 60 fps optie is. Maar al bij al, leuke features om erbij te hebben. En over leuke opties gesproken. Een van mijn favoriete features is de multi-window. Ideaal voor mensen die twee dingen tegelijkertijd kunnen doen. Een YouTube filmpje bekijken terwijl je een recept aan het lezen bent of zo. Of, I don't know, een boek lezen terwijl je Netflix aan het kijken bent. Voor als het wat extremer wilt aanpakken of zo. En je gaat het misschien niet verwachten van een mid-range smartphone. Maar deze heeft een batterijcapaciteit van 4800 mAh. Ga er sowieso langer dan een volledige dag mee doen. En I mean, als het dicht bij 0% zit, steekt hem gewoon 20 minuutjes in stopcontact en je kunt weer een volledige dag verder. Voor de rest 8 GB RAM, 128 GB aan harde schijfruimte en de Snapdragon 778G Plus processor zorgt ervoor dat hij, en ik moet zeggen, heel deftige resultaten geeft bij het spelen van high intensity games. Kan heel gemakkelijk intensieve verwerking aan en het voelt allemaal heel snappy aan. Conclusie, verbazend goede allrounder voor mensen die azen op productiviteit, denk dan aan die multi-window feature, en tegelijkertijd ook niet bang zijn van een spelletje nu en dan. En als er zo iemand zijt die nogal vergeetachtig is en je vergeet hem op te laden voordat hij vertrekt, ja, je hebt het net gezien, 20 minuten gaat u al ver brengen, maar je mocht dat wel niet vergeten om die supercharger adapter te gebruiken die erbij zit. En het feit dat hij ook meegaat met zijn tijd en op de waves van 5G kan surfen, is ook een schoon pluspunt. Moest het zijn dat alles wat ik net allemaal zei u enorm aanspreekt, dan kun je niet anders dan even naar orange.be te gaan om een schoon dealke te slaan als je een abonnement bijneemt. En, you know the drill, als je meer van dit soort video's wilt zien op je feed, vergeet dan zeker niet te abonneren op het kanaal van Orange en alle notificaties aan te zetten door op dat belletje ernaast te klikken. Bedankt om te kijken, ik was Samir. Tot de volgende. Holy shit.